Eva vraagt zich af, heeft u goede voornemens voor dit jaar? Ja, die heb ik al een paar. Een poging om wat meer gewicht te verliezen, zeg maar, is er één van. En iets gezonder te leven. Ach ja, er komt geen bliksem van terecht. Ja, sparen. Geld sparen. U zegt een poging tot? Ja, meestal nemen we dat allemaal voor in het voorjaar, zeg maar, om te gaan beginnen. Minder roken. Stop met roken. Ik wil een auto kopen eind van dit jaar. Goede voornemens zijn om mensen die in nood zitten, die door de financiële crisis ernstig geraakt zijn, te helpen. Beter mijn best doen op school. Ja, klopt. Ja, gewoon huiswerk maken en zo. Maar de feitelijke uitvoering en zo, en dat het allemaal mee zit, dat wil nog wel eens tegenvallen. Dus vandaar. Wat ik zou willen is dat mijn vrouw beter kon lopen. Die is met gevallen met de voet. En dat is even vervelend, maar goed, dan moeten we doorheen. Dat ik, als ik met mensen praat, dat ik dan altijd zou vertellen dat ze één verlosser hebben in hun leven. Dat is de Heer Jezus. Nou, gewoon beginnen met minder roken en dan vanzelf verminderen, stoppen. Minder pakjes kopen. Nou, eigenlijk heb ik niet zoveel goede voornemens, omdat ik eigenlijk alles al laat, zeg maar. Dus ik drink niet en ik rook niet, dus ja. En ik leef gezond, dus ik fiets naar mijn werk. Dus, Ik ben er wel over de stap heen van ik ga het in ieder geval doen, weet je. Maar alleen ga ik dat ook niet echt redden, want de neiging tot vullen is makkelijker, zeg maar, zeggen van afvallen. Ook, maar dat doe ik al, dus ik doe eigenlijk alles al zoals het hoort, zeg maar. What a wonderful life, living the life I love.